Zaterdag 5 oktober was er voor de eerste keer een Veteranendag in Altena. De middag werd geopend door burgemeester Marcel Frenzel. Welkom op de eerste Veteranendag van de nieuwste gemeente in Brabant, geheten Altena. De burgemeester vond het een eer de veteranen op het gemeentehuis te ontvangen. U, de veteranen van onze gemeente, bent vandaag onze gast. We hebben u uitgenodigd omdat wij u zeer welverdiende eer willen betonen. Wat u heeft gedaan in het verleden, wat u heeft gepresteerd, is meer dan bijzonder. U heeft uw leven in de waagschaal gesteld in een oorlogsgebied, voor sommigen geldt zelfs meerdere oorlogsgebieden. Met als doel de vrede te bereiken of de kwetsbare vrede te bewaken. Dit is dan wel de eerste keer, maar de gemeente Altena onderzoekt of er meer wensen en mogelijkheden zijn. Wij vinden ook dat we een taak hebben om voor onze veteranen om initiatief van de grond te krijgen. Hoe vinden we elkaar meerdere keren per jaar? Is er belangstelling voor een veteranencafé? Hoe kunnen we bijeenkomsten ondersteunen, faciliteren? En we hopen vanmiddag ook een oproep te doen aan veteranen om te zeggen, ja, ik woon in Altena, ik wil best één keer in de zoveel tijd naar een bijeenkomst om te praten. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld. Koffie en een drankje. En gewoon elkaar de verhalen vertellen van dat wat zij hebben meegemaakt onder zeer bijzondere oorlogsomstandigheden. Voor de veteranen was er deze dag de gelegenheid om verhalen met elkaar te delen. 32 dagen. Zigzag de oceaan over, volgestuurd met tanks om stabiel te blijven. Toen zijn we Noordvolk aangekomen in Amerika. Toen ben ik getransporteerd naar Camp Lejeune in Amerika. Opleiding gehad bij de mariniers een jaar. Toen moest ik naar Japan om te vechten tegen de Jappen. Toen kwam die atoombom. Toen hoefde ik gelukkig niet meer naar Japan. Want anders had ik hier niet gezeten. Toen moesten we naar Nederlands-Indië. Dan mochten we niet binnen. Toen ben ik naar Brits-Indië gegaan, Singapore. 4 maanden in de Rimboe gezeten. De dikke pythonslangen onder mijn bed kropen. En toen ben ik uiteindelijk naar Nederlands-Indië gegaan. Heb ik op front gezeten. Ik werd zo mager, klustig gereisd. De luitenant sneuvelde. Nou, toen naar de stad. Toen kreeg ik beter eten. Nou, en toen ben ik na 3 jaar gelukkig weer thuisgekomen in de wijk, in Waalwijk. Ik hoor onder Waalwijk, hè. Ik ben als oorlogsvrijwilliger vertrokken bij de mariniers. Ik heb eerst bij de ondergrondse gezeten. Ik ben al 93. Ja, maar ik vind het zo jammer dat ze geen uniform meer aan hebben. Ik heb allemaal de Amerikaanse uniform. Dat is van de Amerikanen. Van de Amerikaanse mariniers. En dit zijn van de Nederlandse mariniers. Ook wij waren de Nederlandse Marines, hè. Ja, nou, en dat vind ik zo jammer dat... Moet je pet opzetten? Ja, hij moet plat, hè? Aan een van de veteranen is door de minister van Defensie postuum een mobilisatie oorlogskruis toegekend. De zoon van de veteraan nam de waarderingspenning in ontvangst. Hij was samen met enkele familieleden aanwezig bij de bijeenkomst. Meneer van Kuilenburg, namens de minister overhandig ik u dit mobilisatiekruis postuum voor uw vader als dank en waardering van de Nederlandse overheid voor dat wat uw vader heeft gedaan zoveel jaren geleden. En ik wil het met heel veel genoegen aan u overhandigen. Ik ben heel blij dat dit heeft mogen plaatsvinden. Omdat met name het een beetje een stimulans mag zijn en een bron van inspiratie voor het nageslacht van mijn vader. Hij maakte destijds een goede en verantwoorde keuze. En dat is heel belangrijk, dat je goede keuzes maakt in het leven. En wij hopen dat nogmaals de kleinkinderen en hun kinderen weer trots kunnen kijken naar hun grootvader, overgrootvader. Zodat zij ook hopelijk de juiste keuze mogen maken. En dat was toen eigenlijk best al wel lastig. Maar dat is in deze tegenwoordige tijd, waar veel meer impulsen op mensen afkomen dan toen, is dat denk ik wel heel belangrijk. Eerst goed nadenken en dan je keuze maken. En dat symboliseert ook deze onderscheiding, denk ik.
Een stichting die in de toekomst geïnteresseerden in Altena kan helpen met het organiseren van activiteiten voor veteranen is Veteranenstichting Dongemond. Wij zijn gevraagd door de gemeente Altena om ons voor te stellen hier. Omdat er in deze regio of nieuwe gemeente zeg maar, weinig groepen zijn die veteranen beïnvloeden. Wij hebben sinds kort een stichting Dongemondse Veteranen opgericht. Om de groepen veteranen in de gemeente van die in de Dongemond te leggen, die te verbinden, zeg maar. Wij proberen als stichting in elke gemeente die in ons werkgebied valt, zeg maar, een inloophuis te gaan oprichten, zeg maar. We hebben als stort in de Gamelshoeksveer een café gevonden, is Café Link, zeg maar, die voor alle veteranen in heel de regio, als bij het zien van een veteranenpas, 10% korting geven. Daar hebben we elke tweede donderdag van de maand hebben we daar een veteraneninloop, waar veteranen hun verhalen aan elkaar al kunnen vertellen. Maar ons doel is zeg maar, om dat in elke gemeente die ons gebied is, zo'n inloopcafé plek te realiseren. Zeg maar. Daarnaast was er deze middag ook een lezing van Erik Krikke. Hij vertelde over zijn boek Operatie Geslaagd, waarin hij vertelt hoe hij leeft met PTSS. Veteranen, ik wil jullie allemaal een heel, heel fijne Veteranendag wensen. Klets met elkaar. Ga lachen met elkaar. Ga huilen met elkaar. Maar deel de verhalen. Ik dank jullie wel.